Dames en heren, vandaag gaan we olivier maken. Olivier is een Iraanse salade, traditioneel. Eigenlijk komt hij uit Rusland. Is uitgevonden door een persoon die Oliver heette. Een Belg die in Rusland woonde. En hij heeft de salade olivier genoemd. En het is op zich een makkelijke salade. We gaan vandaag aan de slag daarmee. De ingrediënten, wat heb je nodig? Een stuk of 5 eieren. Een stuk of 5, 6, 7 aardappels. Ongeveer hoeveel salade je wil maken. Tomaat, wortel, al niet te groot. Doppertjes, Griekse stijl yoghurt of Turkse stijl yoghurt. Het is iets dikker dan normale yoghurt die je in de normale supermarkt koopt. Zout en peper. Mayonaise. Ik moet even vertellen dat Iraanse mayonaise anders smaakt. Daarom gebruiken wij onze eigen mayonaise die in ons assortiment zit. Omdat het geeft toch een aparte smaak aan onze salade. Als je Nederlandse mayonaise gebruikt, het smaakt niet echt als Iraanse olivier. En we willen dat het identieke smaak uit Iran ook hier gedaan kan worden. Daarom gebruiken wij Iraanse mayonaise uit Iran. Augurk, ook Iraanse augurk. Iraanse augurk is gemaakt door kleine komkommertjes, dus niet augurk. Augurk is anders dan komkommer natuurlijk, sommigen weten dat, sommigen niet. En het wordt gelegd in azijn en zout. En dat geeft een zout-zuur smaak, in tegenstelling tot Nederlandse zoet-zuur smaak augurk. Dus we gebruiken ook Iraanse augurk. Olijfolie een beetje en mosterdsaus een beetje. 250 gram kipfilet. En dat zijn de ingrediënten. Eerst kook ik aardappel, eieren en de wortel. Na 10 minuten koken haal ik de eieren uit de pan. De aardappels zijn gaar wanneer ik met mijn vork makkelijk doorheen kan. Ik snij mijn kipfilet in blokjes zodat het sneller kan koken. Dit hoeft niet, maar ik kook een kleine ui met de kipfilet mee om het extra lekkere geur te geven. Kook alles 20 minuten lang. Je mag de aardappel op twee verschillende manieren klaarmaken voor de olivier. Je kan op zijn Russische manier doen en dat is in kleine blokjes te snijden. Of je mag op zijn Iraanse manier doen en dat is door de rasp halen. Zoals jullie net zagen, ik ben niet zo goed in blokjes snijden. Nou, dan gebruik je de rasp maar. Wortel snij ik wel in blokjes. Hier is een leuke trucje om pot augurk te openen. De augurken snij ik ook in kleine blokjes. Hoe kleiner, hoe beter. Hoeveel
augurk in uw olivier gaat, is een kwestie van smaak. Ik vond persoonlijk zoveel voldoende. Je mag de eieren in blokjes snijden, maar ik gebruik graag mijn machine. Haal de kipfilet uit elkaar in de vorm van draadjes. Nu mix ik de mayonaise met yoghurt. Ik gebruik 1 derde yoghurt en 2 derde mayonaise. Even snel kijken wat wij tot nu toe voorbereid hebben. De aardappels zijn door de rasp gehaald, de eieren zijn door de molen gehaald, augurk en wortel is in kleine stukjes gesneden, yoghurt en mayo saus is met elkaar gemixt en de kipfilet is in kleine draadjes. Ik meng nu alles met elkaar op deze volgorde. Het is wel belangrijk dat de aardappels eerst gekoeld zijn. Warme aardappels kunnen de saus intrekken en een pap vormen en dat willen we niet. Voeg een klein beetje mosterd toe, maar niet te veel. Je mag natuurlijk altijd meer mayo-yoghurtmix aan toevoegen, maar pas op omdat mayonaise erg machtig is. En vergeet tenslotte de olijfolie niet. Ik heb achteraf toch wat meer mooie yoghurtmix aan toegevoegd en dat is aan de kleur van onze olivier te zien. Voor de topdressing gebruik ik dezelfde formule van mayonaise en yoghurt. Alleen ik voeg wat water bij om het iets dunner te maken. Zodat het iets makkelijker wordt om op de olivier aan te trekken. Nou, zo simpel is het om een olivier te maken. Ik vind het persoonlijk heerlijk met een stukje warme lavashbrood erbij. Olivier is eigenlijk een voorgerecht, maar je kan het prima als hoofdgerecht ook gaan eten. Ik heb het ook vaker gedaan. Ik zou zeggen, probeer het maar, het is heerlijk. En mocht het zijn dat je toch vragen hebt, vraag het maar gerust. En je komt wel zeker uit. En bedankt voor het kijken, tot de volgende keer.